En aan de minister van Financiën had ik de vraag wanneer de nota van wijziging komt op de twee wetten. Want feitelijk is er natuurlijk vandaag 500 miljoen toegevoegd, inclusief een uitvoeringstoets. En of de VNG het gaat uitvoeren, omdat ik hun brief licht anders gelezen heb over de mogelijkheden en over de voorwaarden om ook studenten mee te nemen. Zal dat in die nota van wijziging zitten en wanneer kunnen we die tegemoet zien? De minister. Nou, ik meen, de wet zelf was ingediend door de minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Zoals ik mij dat herinner, dus voor de 800 euro. Dus de ophoging zal ook door haar verwerkt worden en dat is nog deze week. Ik meen ook dat zij al in contact was getreden met de Kamer om dit eventueel mogelijk te maken. Dat is één. En alle contacten die worden ook gevoerd door de minister voor AP, zeg ik het dan maar even, armoedebeleid, participatie en pensioenen, met de VNG. En ik moet dat dan verder nog even alle details met haar checken. Dank u wel. Voorzitter, dit is een best wel merkwaardig antwoord, zeg ik maar even. De regering bepaalt vanavond dat er 500 miljoen extra uitgegeven wordt. Daar wordt verschillend over nagedacht. Dan verwacht ik wel dat we weten of het uitvoerbaar is en of de VNG ermee akkoord gaat. We hebben vandaag een brief gehad dat ze alleen akkoord gaan als ook de studenten meegenomen worden. En anders niet, want anders komen ze juridisch in de problemen. En als de regering dit gedaan had, dan had ik verwacht dat ze hier de minister voor APP, wat is het, armoede, participatie en pensioenen, in vak K hadden laten plaatsnemen. Mag ik een voorstel doen om te kijken of dat dit nu in het debat gebeurt, om daar schriftelijk anders op te... Nou, ik kan daar gewoon op reageren. Zoals de heer Omtzigt denk ik heel goed weet, want hij heeft gesprekken gevoerd met de minister van armoedebeleid, participatie en pensioenen. En wij hebben natuurlijk nu vanavond in het debat bevestigd dat het kabinet voornemens is. En ik bevestig hier ook dat de dekking geregeld zal worden. Het kabinet voornemens is in de gesprekken om uitvoering te geven samen met de VNG, dat is ook door de premier gezegd al eerder, om dit uit te voeren. Maar de heer Omtzigt stelde mij een specifieke vraag over een wetswijziging. Die wordt ingediend, is al ingediend door de minister van armoedebeleid, participatie en pensioenen. Ik heb daar niet alle details nu om 10:50 voor handen. Dat hadden we natuurlijk als het eerder gevraagd was nog wel kunnen bevestigen. Maar zij gaat hiermee aan de slag. Zij is de minister die de eerste contactpersoon is en alle gesprekken heeft gevoerd. Dat blijkt ook uit de brief die ik heb gestuurd. Dat blijkt ook uit deze app. Ik heb deze overigens hier ontvangen in de Kamer. U heeft hem eerder ontvangen dan wij, zeg ik richting de Kamer. En de intentie van het kabinet, wordt herbevestigd. Wij willen dit uitvoeren met alle problemen die er wellicht nog in de e-mail, want het is een app geloof ik, per app ontvangen staat er, de brief van de VNG, die nog worden genoemd. Dan is het aan de minister, dat is de toezegging die ik kan doen, die misschien morgen of donderdag nog schriftelijk kan toelichten wat er wel kan gebeuren en niet als het gaat om de mogelijke doelgroepen, inclusief de studenten. Studenten zijn eerder, ik meen ook op een eerder verzoek, waren uitgesloten. Want er staat in de tekst, we hebben de afspraak gemaakt dat studenten worden uitgesloten van de energietoeslag. En dan wordt er verder uitleg gegeven. Maar ik moet hier namens het kabinet terug naar minister Schouten. Ja. Tot slot, de heer Omtzigt. Voorzitter, oké, dan wacht ik de brief van minister Schouten af. Ik zou de prijs stellen als die in ieder geval morgenavond komt, omdat de stemmingen donderdag zijn en het gaat om nogal iets. We hebben de afspraak gemaakt. Daar was nou niet speciaal de Kamer het mee eens. Dat is de regering zelf die het overigens na omkomst van de Raad van State uit het wetsvoorstel gehaald heeft. Want daarvoor zaten de studenten er wel in. Maar de VNG heeft in haar brief duidelijk gesteld dat ze alleen dit gaan doen als dit probleem wordt opgelost, omdat zij denken dat het juridisch onmogelijk is om de studenten uit te zonderen. Dat valt namelijk niet onder grondwet. En dat was ook mijn bijdrage. Dit is in strijd met artikel 1. Je kunt niet zeggen, een 22-jarige student krijgt het niet en een 22-jarige niet-student krijgt het wel. Dus ik wacht morgen met belangstelling de brief uit en ook over de uitvoerbaarheid. Dank u wel, de heer Stok.